Vind jij niet leuk? Is het leuk? Ik ben ook heel erg moe vandaag. Hé, hey, moppersmurf. Oh, mopje. Pepertje in mijn keel. En ineens van de kleed. Nee, Jessie moet thuis blijven. Geef maar mama. Dankjewel. Jessie gaat op je wachten, ja? Zo, oké. Zet de hoed dan bij Jessie neer. Goed zo. Kom maar. Auto rijden. Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag maandag. Ik ga vandaag Zeno in bad, wil ik zeggen, doen. Nee, want ik heb geen bad. We gaan Zeno douchen vandaag. Hij is nogal vies. En veunen. En daar heeft hij echt een bloedje hekel aan. Dat vindt hij echt helemaal niks. Opruimen hier, zoals je ziet. En dat nog opruimen voor vanochtend. Oh, ik kom niet meer aan mijn woorden. Mega honger. Ik heb helemaal niet echt veel gegeten vandaag. Alleen een banaan. Altijd, as the usual. Dus dat ga ik nu even snel doen, even wat eten. Kijk, dit is dus eigenlijk mijn mandje voor de luiers. Maar mijn lieftallige zoon gooit hier echt alles in. Hond, ei, sokken. Nou, stink je niet gelukkig. Alles. Ik was dus net mijn walnootjes aan het eten. Toen zag ik dat ik nog een pak groentesoep had. Dus ik ga nu gewoon om 9:51 groentesoep maken. Crazy, maar ik heb echt zo'n zin in groentesoep. En ik kan nog een pak groente over. Dus ik dacht, ja, waarom niet? Dus ik ga nu planning weer veranderen. Dus ik ga dus nu eerst mijn groentesoep maken. En daarna ga ik Zeno in bad. Misschien is het wel gewoon uitstelgedrag. Omdat ik geen zin heb om Zeno in bad te doen. Maar ik moet nu echt, want hij begint te stinken. Zo, ik doe dus altijd wat chili vlokken in mijn groentesoep. En sommigen vinden het echt mega vies, maar ik vind het echt super lekker. Beetje een pittige bite. Niet al te veel hoor. Heel klein mini beetje. Dan heb ik een lekker soepkommetje voor nu. En als de jongen zo thuis zijn, hebben ze ook lekker soepie. Pepertje in mijn keel. Oké, het is zover. Ik ga nu Zeno douchen. Hij gaat echt zo boos op mij worden. Kom hier. We gaan in bad. In bad. Oh, dit vind jij niet leuk. Dit vind jij echt niet leuk wat wij nu gaan doen. Even jouw shampoo. Oh gosh, je vindt het echt niet leuk, hè, man. Oh, yes. Ik heb hem gevonden. Oh god, kijk hem nou liggen. Hij vindt het echt niet meer zo bang. Een douche, Zeno. Ik heb meteen even toch wat anders aangedaan. Ik zat helemaal onder de haar. Ik ga nu deze troep hier opruimen. Chloor en dweilen. Hij is weer helemaal schoon. Alleen dat, daar heb ik zo gelaten. Ik kan het even intrekken. En alles heb ik afgenomen met een doekje. Tijdens dat ik Zeno aan het veunen, is mijn veun kapot gegaan. Yippie-yay. En er was een kindje jarig. Dit is een bord. Oh, heb jij een kiwi? Nee, ik heb bord. En oh, die zijn lekker. Dat is framboos. Dat is lekker, Tref. Mm. Ja, lul vriend. Zullen we jas uit doen? Nee. Nee, jas aan? Ja. Laten we de jas aan. Je lijkt naar de Eskimo nu. 1, 2, 3.
Zeno is onder de douche geweest. Hé. Hey. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Nou, Memphis is net van school gekomen. Ik ga nu even een broodje voor hem maken. Maar hij heeft zijn fruitje al meegenomen, want ze hadden verjaardag op school. Ik weet niet of hij nu nog wat wil eten. Hé, hey, daar is hij hoor. En je hebt een broodje gekregen van de vrouw. Nee, heb jij poep gedaan? Nee, even niet poep. Mag ik even Billy ruiken? Nee. Zinkt hij mega erg naar de kak. Kom. Hé. Hey. Wat ga je doen? Ja, kom, we moeten Billy's doen. Wil je nog gaan poepen? Nee. Kom. Ja, gaan we zo wel naar kijken. Kom, kleedje, dat wil je. Neem me mee dan. Op schouder, Mieter. Op schouder, Mieter. Oeh, je stinkt. Oké, ik ga toch maar even zijn knuffeltjes ook wassen. Omdat hij net gedoucht is, vind ik het wel fris als zijn knuffeltjes ook gewassen zijn. Check even dit. Dit is niet normaal. En er zit nog een was in en dat moet ik nog vouwen. Ik word hier niet zo blij van. Broodje aan het eten wanneer ik beneden kom. Ja, lekker hè. Nog een broodje. Wil je nog een broodje? Ja. Ik zat toch even te denken en ik denk toch dat ik even ga stofzuigen. Want Zeno verhardt wel heel erg veel nu. En er liggen overal van die wolkjes haar. Dus ik ga toch maar even snel stofzuigen. Heel snel. Heel snel, snelle jelly. Ik ben lekker zitten. Hallo! Ben je thuis? Ja, eindelijk. Hoe was het? Wow. Die schoen uit. Kom, en je jas ophangen. Het was een beetje boring dat we heel goed moesten werken. Ik moet zelf mijn presentatie maken. En, heb je weer presentatie? Ja, maar... Rara, waar heb ik hem over? Nou? Ik geef een tip, het is mijn achternaam. Oh, je hebt het over vossen? Ja. Oh, wat leuk! Je mag wel helpen. Maar ik mag hem niet maken. Ja, mag je niet maken. Hé, hey, ik heb groentesoep voor je. Groente. Soep. Soep. Thuis is. Wil je ook even je schoentjes uit, man? Dan gaan we naar buiten. Oké, ik wil even open. Ga even Zeno uitlaten. Zeno naar buiten? Ja, ga maar je schoenen aandoen. Oké. Goed zo, man. En ga maar. Hé, wat ga je goed? Dat kan je goed. Doei, doei. Hé, ik ga mee. Ik ga mee. Nee. Oh, het is echt mega koud, joh. Ik dacht dat het veel lekkerder weer was. Goed, mama. Ja, je doet het hartstikke goed, hoor, man. Oh, ik ga zo meteen beginnen met koken. Ik ben ook heel erg moe vandaag. Ik weet niet wat ik heb. Ik had laatst ook al in de middag een paar keer geslapen. Dat is helemaal niks voor mij. Ik moet eigenlijk wel editen, maar ik weet niet. Ik heb nu al een dubio met mezelf, omdat ik zo moe ben. Ach ja. Misschien moet ik er nu nog niet over nadenken en pas vanavond nadenken hoe ik me dan voel. Maar ja, dat stemmetje in mijn hoofd blijft maar zeggen, je moet eruit. Het stemmetje vind ik heel vervelend. En die is heel erg aanwezig vandaag. En ik weet, als ik niet naar het stemmetje luister, heb ik daar morgen weer enorm veel spijt van. Want dan moet ik morgen alles weer in één keer doen. En ergens, dan word ik emotioneel helemaal uit balans gerukt. Dan zit ik te klagen en kom ik toch weer op hetzelfde uit. Dat ik het toch wel ga doen. Zo, ik ga vanavond risotto maken met pompoen en champignons. Lekker! Want jij houdt eigenlijk niet van champignons, hè? Ik heb ook geen hap van een champignon genomen. Heb je geen ene champignon genomen? Dat is ook niet uitdagen. Eén champignon, come on. Eén champignon, oké. Hallo. Is dat een champignon? Ja. Lekker hè? Nee. Lekker hè, vriend?
Wie wil er een toetie? Ik! Ik! Nee, ik! Jij weg! Wie wil er een toetie? Nee, ik ga ook dit! Ik eerst, ik ben al klaar! Hé, hey, moppersmurf! De besluitrichter dat het proces tot een mama. Als ze wakker wordt. Memphis naar bed, hè? Nee. Kom. Memphis, kus. 1, 2. Oh nee. Kusje, papa kusje. Niet lief of grappig zijn. Piep wilde hetzelfde zijn als zijn oudere broer Bruno en Leo. Dat is een even stil, Memphis, anders kan ik toch niet voorlezen. Ja. Bruno was dapper en sterk. Ja, Leo was slim en sluw. Dat was nog langer hoor. Memphis, zijn we klaar met lezen? Mama is wel een beetje moe nu. Nee. Slaap lekker. Ik ook. Nee, we gaan niet nog een keer. Ga maar liggen. Wil je boek vasthouden? Ik heb boek. Oké, maar ga maar liggen nu. Oké. Dat heeft mama al gezegd. Die mag. Nee, die mogen niet. Hou van jou. Doei. Wij gaan nu naar bed. Vind je dit een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog en abonneer hieronder. Tot de volgende video. Adios.